Yo, VacuGamers, Lars hier en welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van Minecraft Survival hier op VacuGames Reloaded. En jongens, gisteren zat het me niet echt mee in mijn wereldje. Hopelijk is het vandaag anders, hopelijk heb ik vandaag meer geluk, want we zijn namelijk de afgelopen aflevering in een village aangekomen. En ik hoop stiekem een klein beetje dat ze in deze village beetroot seeds hebben, want dat ontbreekt nog in mijn moestuintje. Ik heb van alles en nog wat in mijn wereldje, maar bietjes, gewoon hele simpele Hollandse bietjes, die mis ik nog. Dus laat ons zoeken, laat ons kijken of dat ze hier toevallig beetroot seeds hebben. En als ze dat hebben, dan zou ik dat heel fijn vinden. Dit is weer hutspot. Dat wil ik helemaal niet. I do not will hutspot. Ik wil bietjes. Oh, dit is ook geen bietjes. Dat is graan. Ik had stiekem mijn hoop, hè. Ik had stiekem mijn hoop dat het eigenlijk eens een keertje mee zou zitten in mijn wereld. Maar ach, hè. En mensen moeten hoop houden. Oeh, wat is dit? Blast furnace. Dat klinkt gevaarlijk. Blast furnace. Wat doet dat? Kunnen jullie me dat even laten weten? Wat doet een blast furnace? Behalve blasten. Geen idee wat dat nou weer is. Deze drie dingen zitten dus helemaal niks nuttigs in. Behalve een blast furnace waarvan ik niet weet wat die doet. Misschien moet ik gewoon eens een keertje wat meer... Misschien moet ik gewoon meer Minecraft wikis lezen. Dan weet ik wel wat het doet. Miauw, dag poes. Of we kunnen hier misschien ook ruilen. Dat kan ook, want we hebben natuurlijk best wel veel emeralds. Dag knap, wat zit je daar te doen? Je hebt helemaal niks. Ook weer een blast furnace. Wat is dit voor pauperdorp? Ze hebben helemaal niks. Ze hebben niet eens een... Ze hebben hier niet eens kisten. Wat is dit voor pauper village? Ze hebben echt helemaal niks. Ja, een bloemetje. Een bloemetje in een bloempot. Wat ze hebben. Is dat ook een blast furnace? Een smoker. Oh, dat moet je niet doen, hè. Je moet niet roken. Roken is ongezond. Dat moet je niet willen. Wat ga ik dan droppen? Ik wil die wel meenemen. De potato. Dan nemen we deze smoker nemen we mee. Wat de hel doet de smoker? Kan ik daar paling in roken? Dat zou lekker zijn. Want gerookte paling, dat is toch best wel heel erg lekker. Hoppakee. Nee, niet de aardappel. Gerookte aardappel is niet lekker. Smoker wel. Die wil ik wel. En ik heb zo'n donkerbruin vermoeden dat ik die andere ook even mee moet nemen. Die blast furnace. Of kan ik die wel zelf maken? Een blast furnace. Er is nog één gebouwtje. Alleen de kerk nog maar. Oh, come on. Wat is dit echt voor pauperdorp? Hallo. Dag. Mag ik even naar binnen? Dank u. Hi. Heb jij nog wat nuttigs? Emerald for Western Dust. Haha. Je bent wel een leuke grappenmaker. Wat zit er hier? Heb je nog ergens een kist? Is er echt serieus niet één kist? In deze hele village niet. Wat is dit voor dorp, man? Wat heb ik hier nou aan? Ja, zuip inderdaad je verdriet maar weg. Er zijn ook nog eens een keer allemaal alcoholisten in deze wereld. Appetee. Helemaal niks. Dat is toch ook een beetje treurig. Dat is ook een beetje sneu. Misschien zitten ze allemaal in de put. Dat zou kunnen. Ik zou behoorlijk diep in de put zitten als ik hier in deze village zou moeten wonen. Wat hebben we hier? Hallo, zitten jullie hier? Nee. Ah, dan zit ik zelf in de put. Oh no. Mag ik eruit, please? Dat zou op zich wel heel fijn zijn. Ik wil eruit. Ik zit in de put. No. Kom dan. Ja, goed zo. Oké. 1, 2, hop. Nou, dat was dus ook niks. Jongen. Ik denk, ik heb ook eens een keer weer wat gevonden, hoor. Hele mooi Jan Doedel. Nou, weet je wat we dan doen? Dan gaan we gewoon naar huis. Zoek het uit met je village. Ik hoop dat jullie er allemaal in steken. Dat is wat ik hoop. Het is wel... Oeh, diep. Gaat het daar verder? Is hier nog meer village? Hey. Au. Ik zie een ruined portal. Ik had liever een ruined village gezien. Maar toch, hè. Deze hele village kan wat mij betreft gestolen worden. Oeh, goud. Ik zie goud. Als ik goud zie, dan wil ik er naartoe. Dan wil ik er gauw naartoe. Want ik wil gauw naar goud. Dat is precies waardoor ze het woord gauw hebben uitgevonden. Mensen wilden gauw naar het goud, dus toen noemden ze het gauw. Ik denk dat dat de bedoeling is geweest. Kijk, weer een blokje erbij. Hoppakee. Het wordt nog wat met het zandbad van die heilige kip. Als dit zo doorgaat. Hoppakee. Dank u. Dit wil ik meenemen. Dat mooie paarse spul. Nog steeds geen idee wat ik daar precies mee moet. Maar ach, hè. We nemen het mee. We zijn het toch. Laten we het gewoon meteen maar in onze zak steken. Hoppatee. Kijken we zo meteen wat er in de kist zit. Want ik wil eerst dit. Eerst dit mooie paarse spul. Kan je ook een hele portal maken van dat paarse spul? Dat zou cool zijn. Dan hebben we gewoon een paarse portal. Een pp'tje. Wat is dit? Fire Protection 2. Fortune 3. Protection 2 Golden Chestplate. Hey, ik weet niet wat het is. Maar het lijkt me beter wat ik nu heb. Dus deze Fire Protection. Willen we Fire Protection?
Ik neem gewoon sowieso deze aan. Hoppakee. Protection. Hoppakee. Plus 5 armor. Dat is best wel veel, toch? Dat lijkt me best wel wat. En dan kunnen we deze even hier droppen. Golden chestplate. Laten we gewoon lekker hier. En fire protection 2. Nemen we die mee? Hebben we er wat aan? Ik ga nog nooit brandweermannetje spelen met een golden armor aan. Ik denk dat ik die laat ik gewoon liggen. Daar heb ik niet zoveel aan. Ik ga toch nooit in de lava zwemmen. In ieder geval niet met opzet. Als ik dan in de lava ga zwemmen, dan is het per ongeluk omdat ik een ongelofelijke Minecraft-kneus ben. En dat is de enige reden waarom deze jongen in de lava thuis hoort. Dat is de enige reden. Kan ik hier makkelijk oversteken? Dat zou wel fijn zijn. Kan ik hier zwemmen? Zwemmen, zwemmen, zwemmen. Dan komen we nog eens ergens. Zo, ik had toch eigenlijk stiekem gehoopt dat ik thuis zou komen vandaag. Maar ik begin steeds meer te twijfelen aan mezelf. Ik begin steeds meer te twijfelen aan mijn eigen Minecraft skills. Zal hier wel weer een oceaan liggen of zo? Ah nee, valt mee. Het valt mee. Het is allemaal land. En een paar paarden. Misschien moet ik een paard temmen. Ik heb nog een zadel. Ik kan een paard temmen en dan naar huis rijden. Als een echte cowboy. Een soort Lucky Luke. Is het trouwens Lucky Luke of Lucky Luke? Geen idee. Ik denk Lucky Luke. Of Lucky Luke. Geen idee. Deze wil ik graag op jou. Mag ik op jou, please? Wacht, wacht, wacht. Dat doe ik anders. Dat doe ik zo. En dan hop. Ik wil graag op jou. Left shift to dismount. Nee, 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 nee. Niet dismounten. Ik wilde op. Nee, ik wilde op. Laat me erop. Dank u. Mag ik hem al? Nee. Ah, kom weer. Heb ik hem al? Nee, 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 nee. Ik heb jou nodig in mijn leven. Jij maakt mijn leven beter. Ja, beter. Oké, nice. Waar is mijn zadel? Daar is mijn zadel. Komt u maar. Oké, op jou. En let's go. Leroy Jenkins. Die kan op. Kijk, nou komen we nog eens ergens. Dit is tempo maken, maar het wordt wel donker. Kan je ook een beetje tempo? Hoppakee. Turbo erop met de paard. Het is een turbo paardje. Een turbo paardje. Hiep, hiep, hoi. Gaat het een beetje vlot? Ja, op zich wel, hè. Ik moet trouwens wel opletten dat ik niet te veel mijn X naar beneden haal. En het wordt trouwens ook donker. Dus misschien moet ik zo meteen eerst even tukkie doen. Even slapen. You can only sleep at night. Het is night. De zon gaat onder. Hoe noem je dat dan? Hè? Hoe noem je dat dan? Als de zon onder gaat... Hey, blijf je wel in de buurt, maat, want ik heb je nodig zo meteen. Wacht, wacht, wacht. We gaan even kaarsjes rondom het bed. Vet romantisch. Hoppakee, maar bij mij is het gewoon puur voor de veiligheid. Hoppakee. Tukkie doen. Paard wil ook bij mij in bed, snap ik. Kom maar. Hoppakee, bedje mee. Paardje mee. Leroy Jenkins, let's go. En dan moesten we die kant op, geloof ik, hè? Ja. En dan moeten we dus ook nog een beetje die kant op eigenlijk. Want we moeten dus ook niet te veel mijn X naar beneden halen. Of naar boven halen. We moeten wel alles in de gaten blijven houden. Niet dat ik zometeen 5000 blokken gelopen heb. Dat ik er uiteindelijk achter kom dat ik weer 10.000 blokken in de andere richting ben gelopen. Zou wel vrij typerend zijn. Het is ook vrij typerend dat er nu een enorme berg in mijn weg ligt. Dat is nu echt typisch mijn geluk. Dat is typisch mijn geluk. Maar, jullie kennen me. Ik ben een positieve jongen. Als je een berg tegenkomt in je leven, dan kan je twee dingen doen. Je kan proberen de berg te beklimmen. Dat kan. Je kan er ook gewoon omheen gaan en weglopen voor je problemen. Dat is wat ik doe. Meestal in mijn leven. Dus, oh, die kant, die kant, die kant. Ja, wat een stom bos trouwens op dit. Veel te veel bomen in dit bos. Kunnen ze ook een bos uitvinden zonder bomen? Dat zou ik echt heel erg tof vinden. Oh, ah. Dat zou toch wel heel erg baas zijn. 2000 blokken. We moeten ook weer niet te ver. Oh-oh. 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 Auw. Mijn paardje. Jij durft. Jij durft. Mijn paard. Oh no. No. En mijn zadel. Nou zeg. Dat vind ik onacceptabel gedrag. Ik hou hier niet van. Hier moeten we... Oh nee, wacht. Dit moeten we even serieus aanpakken. Want dit kan natuurlijk niet, is zo. Dit is onacceptabel, dat kan niet. Wat heb ik nodig? I need mijn houtjes. Hoppakee, we kunnen niet zomaar dit paard hier laten liggen. En er geen aandacht aan besteden, dat gaat niet. Hier rust Arend Jan van Paardenstein. Rip. Hoppakee, hier rust Arend Jan van Paardenstein. Rip, ik vind het een goede naam. Ik zal een fakkeltje voor hem achterlaten. Want dan zal hij voor altijd hier
blijven branden. Het licht van Arend-Jan van Paardenstein zal nooit meer doven. Op die... Wat nou? Waarom gaat iedereen niet dood in deze cave? Dat is onacceptabel. Zo, hoppakee. Arend-Jan van Paardenstein, mogen zijn ziel rusten in vrede. En als jullie nog even een likeje willen achterlaten voor Arend-Jan van Paardenstein, dan is hij in ieder geval niet te vergeefs gestorven. Toch? Hoppatee. Zo, dan gaan we hier gauw weer uit, want je kan dat soort shit ook overdrijven. Maak het uit, please. Dat zal mijn leven een stuk makkelijker maken. Hoppakee. Kom op zeg. Hoe moeilijk is het? Oké, maar dan moet ik eigenlijk gewoon heel dankbaar zijn, want het was best een diepe cave en ik had veel dieper kunnen vallen. Het had veel dieper gekund. Ik weet het jongens, het had veel dieper gekund. En dan was het natuurlijk, daar was het weer prachtig vlak geweest. Dus als ik daar eenmaal terecht was gekomen, hadden we nu al thuis kunnen zijn. En ik ben mijn zadel kwijt. Oh, ik heb mijn zadel weer terug. Oh, dan is het niet zo erg. Oh, dan pakken we gewoon de nieuwe Arend-Jan van Paardenstein. Arend-Jan van Paardenstein de tweede. Dat moet toch mogelijk zijn. Volgende paardje zoeken, jongens. Ben jij een paard? Nee, je lijkt er niet eens op. Jij bent ook geen paard. Jij bent een kip. En jij bent een koe. Daar kan je ook niet op rijden. Kan trouwens wel, doen ze in Amerika vaak. Noemen ze de cowboys. Dan gaan ze op zo'n grote stier zitten. Geen idee waarom ze dat willen. Hoppakee, dank u. Maar er zijn blijkbaar van die bikkels die dat durven. Hè? Ik snap niet waarom, maar ach. Hè. Ieder zijn eigen hobby. De een uploadt elke dag een Minecraft studio. De ander gaat met zijn blote kont bovenop een koe zitten. Moet hij zelf weten, ik vind het een beetje een gekke hobby. Maar wie ben ik om te judgen? Ik judge iemand zijn hobby niet. Misschien moeten jullie ook maar even achterlaten in de reacties. Wat zijn jullie hobby's eigenlijk? Behalve natuurlijk elke dag je wekker zetten voor de Minecraft Survival video of Vaco Games Reloaded. Ik snap dat jullie hobby is. Auw, hoppakee. Maar hebben jullie nog meer hobby's? Postzegels verzamelen of zo. Of breinaalden op volgorde leggen. Dat kan ook. Dat is ook een leuke hobby. Of theezakjes vouwen. Dat schijnt ook heel hip te zijn tegenwoordig. Waarom? Weet ik niet. Het lijkt mij echt dodelijk saai. Maar ja, hey. Nogmaals, ieder zijn eigen hobby. Ieder zijn eigen hobby. Hey, paddenstoel. Ik zie een grote paddenstoel. Dan zal daar Kabouter Spillebeen wel wonen. Kabouter Spillebeen woont in zijn paddenstoel. Zijn we er ondertussen al? Nee, we moeten nog 1000 blokken lopen. 1000 blokken. Het lijkt zo dichtbij, hè? 1000 blokjes. Maar het is best een behoorlijk pokkend, ben ik ondertussen achter. Ik heb mijn eigen mogelijkheden toch schier overdreven. Ik dacht, dat doen we effies. Even naar huis lopen in een afleveringetje. Tuurlijk doe ik effies. Maar nee hoor. Ik moet mezelf eens niet zo overschatten. Ik moet gewoon erachter komen en gewoon accepteren dat ik een ongelofelijke Minecraft-kneus ben die overal 80 jaar over doet. Dat moet ik gewoon eens een keertje accepteren. Na 134 afleveringen. Maar ja, jullie kennen me. Hè? Hardleers. Eigenwijs. Je zou me zelfs als stront eigenwijs kunnen beschouwen. Dus ja, hè? We zullen ermee moeten leven. Of tenminste, we, jullie. Ik weet hoe ik ben. Ik weet dat ik een ongelofelijke kneus ben. Maar, hè, jullie zullen ermee moeten leven. Jullie moeten deze afleveringen kijken. Of moeten. Jullie moeten helemaal niks. Jullie mogen deze afleveringen kijken. Jullie kunnen deze afleveringen kijken. Als je zelf zegt dat je het leuk vindt. Of als je zegt, ik vind het niet leuk. Ja, dan snap ik niet zo goed wat je hier doet, hè. Dan kan je beter iets anders gaan doen. Zoals bijvoorbeeld een van je hobby's. Of zo, weet ik veel, man. Je maakt het me allemaal onnodig ingewikkeld. Ik vind trouwens ook dat ik hier zo meteen misschien weer even een bootje moet gaan maken. Want het is hier wel heel veel water. Ruined Portal, Ruined Portal, Ruined Portal. Ruined Portal gaan we morgen pakken. Want dat is best wel ver weg. En die wil ik toch wel eventjes hebben. Oeh, er staat dat ijs. Zal dat dan die Ruined Portal in de buurt van mijn huis zijn? Die was ook op een eilandje en vlakbij ijs. Komen we morgenochtend achter. Voor nu jongens, bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. Het is nog 1000 blokjes ongeveer richting mijn huis. Dus je zou toch zeggen dat we dat morgen moeten kunnen bereiken. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. Abonneer op Vaco Games Reloaded als je dat nog niet gedaan hebt. En jongens, hopelijk tot morgenochtend. Als we hopelijk ook weer thuiskomen. Mazzel!